Breda Nu. En alweer een nieuw programma hier bij Breda Nu. De Bredaanse wereldkeuken. Het programma zit op het tijdstip van smaakmakers. Wat we de afgelopen periode hebben uitgezonden. Maar in deze zomermaanden wordt dat de Bredaanse wereldkeuken. En dat programma komt vanuit ons. Dat is in Breda Noord, in Geren Zuid. En Irene Nachtzaam is coördinator bij ons. En ik zie ze daar al aankomen. Dus Irene, ja, we zijn ontzettend blij dat wij hier te gast mogen zijn. Maar eventjes, wat is ons? Ons is een nieuw buurthuis in de wijk, Geren Zuid. Mm-hmm. Een buurthuis wat gesloten werd door de gemeente Breda. Dit gebouw gekocht is door de woningbouwcoöperatie Allee Wonen. En ik zeg altijd, als het ware, weer teruggegeven aan alle wijkbewoners. Want heel veel wijkbewoners exploiteren dit gebouw. En er zijn heel veel verschillende initiatieven onder dit dak. Het is echt een hele bijzondere, multiculturele, internationale plek. Dus wat vinden we allemaal hier dan? Hier binnen is een wijkrestaurant. Nou, dat gaan we dadelijk natuurlijk zien van de mensen die koken. Maar er is ook een atelier, er is de bibliotheek, er is het project Grote Broer en Grote Zus. Er is een paramedisch centrum in dit gebouw. Vluchtelingenwerk huurt hier ruimte, het ROC huurt hier ruimte. We groeien in 2 jaar tijd al helemaal uit ons jasje. Want wat ik jou nog niet heb horen noemen, dat is het project Grote Broer en Grote Zus? Ja, dat noemde ik. Grote Broer en Grote Zus, die huren hier ruimte en dat zijn inderdaad... Er zijn projecten, zeg maar rolmodellen van jongeren die hier heel veel activiteiten doen voor andere kleine broertjes, de kleinere zussen, superzusjes en noemen ze dat. En kinderactiviteiten, maar ook activiteiten voor ouderen. Inmiddels een initiatief niet meer weg te denken uit deze wijk. Ja. Nou, de komende weken zijn wij hier te gast en gaan wij koken met een aantal mensen. En daar gaan wij ook mee aan tafel zitten. Ja, en zij gaan een klein beetje vertellen hoe dat ze het hier vinden. Ja, vandaag starten jullie met Somalische keuken. Mm-hmm. Het is echt heel leuk om dadelijk te zien dat de vrouwen die koken echt de nationale trots en zelfs hun vlag dragen in hun klederdracht. Ja. Leuk te zien en... Dus ik ben benieuwd wat jij krijgt. Ik weet het al. Ja, jij weet het al. Nou, zullen we dan maar naar de keuken en het restaurant gaan? Wij gaan kijken. Oké. Okay. Ben benieuwd. Kijken wat de pot schaft, hè? Ja, kijken wat de pot schaft. Ad Romein. Hallo. Ad Romein. Ikram. En Hani. Ja, dat klopt. Jullie zijn Somalisch. Ja. En ik zie al wat dingetjes hier voorbereid zijn. Ja. Wat gaan jullie maken? We hebben rijst met de palis en sambusa. Tambusa? Ja. Ah, wat is tambusa? Tambusa is speciaal voor Somalisch eten. Somalische hapje. Ja. Wat zeg je? Somalische hapje. Ja, oké. Okay. En ik zie sla, ik zie ui. Prei, hè, is dat? Ja. En het ruikt al lekker hier in de keuken, moet ik zeggen. Jawel, ook lekkere dingen. Ja. En jullie zijn van beroep kok? Ben je kokin? Ja. Ja? Ja. Nou hebben wij in Nederland een uitdrukking, ja, je moet eten wat de pot schaft. Heb je nou in Somalië ook zo'n soort uitdrukking? Oh ja. Ja. Zoiets dacht ik al dat het was. Ja. Zeg, moet ik meehelpen? Of ja? Wat moet ik doen dan? Uien, snijden. Ui. Ja. Ja? Ik moet snijden. Ja, laat even. Ik vind het altijd geweldig dat er kant-en-klaar maaltijden zijn.
Ja. Oh ja, ja, maar dat, dat lukt mij ook allemaal nog wel. Het echt klein is, nee. Ben je nou al lang in Nederland? Ja, ik ben al 17 jaar. Al 17 jaar? Ja. En jij, Hani? Al 8 jaar. 8 jaar. En dan zeggen ze altijd Nederlands, moeilijke taal, hè, om te leren. Ja, was dat inderdaad zo? Ja. Nou, het gaat jullie goed af, moet ik zeggen. Tweede moeilijkste wereld van de Nederlanders. Ja? En was het dan eerste Chinees en dan eerst Chinees. Oh ja, dat lijkt me helemaal... Daar begin ik ook maar niet aan. Maar jullie spreken het bijna accentloos, moet ik zeggen. Ja, ja. We zijn Bredenaren. Ja, ja. Wat zeg je? We zijn Bredenaar. Een Bredenaar. Ja, Bredenaar. Ja, Bredenaar. Ja, heel goed, heel goed. Oké. Wil je nog een beetje? Nog kleiner? Doe maar kleiner. Nog kleiner. Goed, ik vind het al zo klein. Goed zo. Ja, heel klein. Ja, ik wil mijn vingers nog wel na afloop van deze uitzending ook hebben. Aha. Zal ik aan zitten van... Voel ik het al een beetje op mijn ogen, moet ik zeggen. Dus als er iets van een emotionele scène komt. En wat zit er verder? Oh ja, de peper zie ik hier nog liggen, ja. Hè? Ja, de peper zit. En knoflook? Ja. Oh ja, dat ligt hier, knoflook. En koriander. Ook koriander, ja. En is dit nu een we zitten nu aan het eind van de Ramadan. Ja. Is dit een gerecht voor wat je zou kunnen eten bij het suikerfeest? Nee. Of niet? Nee. Dus niet feestelijk, nee. Niet feestelijk genoeg. Nee. Dus niet feestelijk genoeg. Nee, deze is alleen maar Ramadan. Oh ja, dit is echt een Ramadan. Ramadan. Feestelijk kan je wel rijst, Somalische rijst wel eten. Ja. Meteen. Ja. Maar de Ramadan altijd zijn boetse, elke avond. Mm-hmm. Bijna elke avond. Want op dit moment hè, is het nog Ramadan. Jullie mogen dus eigenlijk nu niet eten. Nee, mag niet. Nee. Is dat moeilijk? Nee, nu, niet moeilijk. Nee? Als jij wil, dan niet moeilijk. Natuurlijk, omdat het nu midden in de zomer is. Een hele lange periode, hè, tussen 18 uur en... Nee. Wel water toch, hè? Dat mag toch wel? Nee. Ook niet? Nee, 4 uur 's nachts, vanochtend, ja? De laatste. En 10 uur 's avond, de eerste. Je mag wel eten en drinken. Ja. Maar de overdag, nee. Oh, ik dacht dat je water en zo dan wel mocht hebben? Nee, geen water, geen melk, geen niks. En zijn er uitzonderingen? Moet iedereen zich aan die Ramadan houden? Ja, sommigen wel. Als je ziek bent, ja? Hoeft niet. Je kan wel 5 euro betalen per... Ja, per dag. Ja. Als je ziek, echt die ziek kan je niet... Oh, dan kun je niet, het afkopen? Nee, niet verbeteren. Nee. Als je, maar als je gewoon gezond... Mm-hmm. En sommige vrouwen ook, de vrouwen ook, als jongere vrouw ook altijd de periode is 7 dagen. Ja. Zo, die ook mag niet, hoeft niet doen, Ramadan. Maar je hebt wel het idee dat iedereen zich ook houdt aan die Ramadan? Het lijkt me toch wel zwaar, hoor. Zeker als je dan nu zo met eten bezig bent en je mag er zelf niks van nemen. Ja, maar jij wil niet ook. Oh, je wil niet. Ja, nee, je wil nee. Ook niet. Nee. En waarom? Want je kunt het niet vergelijken met onze vasten. Hè? Wij hebben ook een vaste periode, hè? Bij de katholieken dan. Tussen zeg maar als woensdag en Pasen. Kun je het daarmee vergelijken? Nee. Waarom niet? Alleen maar Ramadan wij doen. Oh ja. Ja, wij doen ook de andere paar dagen ook, maar, ja. Maar eigenlijk alleen maar Ramadan. Het schuift wel iedere keer op, hè, die periode, want het heeft ook te maken met de maanstand, toch, hè? Ja, dat klopt. Of met maanstand, stand van de zon, wat was het, maan of zon? Ja. Ja? Sommige is januari, februari, maart. Oh ja. Dan is het iets makkelijker, of niet? Ja, heel makkelijk, ja. Ja. Nee, maar nu ook echt makkelijk. Oh ja. Zo. Oh. Ja. Je merkt niet, maar ja. Alleen hoort je wel Ramadan, maar wel echt, je merkt niet. Hmm. Ja, het is niet zo moeilijk. Ja. Ik heb een kindje van 14 jaar, hij doet het ook. Ja. Zeg, zou jij het eventjes verder alleen af kunnen? Want dan gaan wij aan tafel zitten. Oké. Ja, gaat dat lukken? Dan zien we de maaltijd zo dadelijk wel verschijnen.
ondertussen, want ja, twee Somalische dames, ze hebben ook de Somalische vlag om. Maar wij zijn Breda in geweest en toch aan een aantal mensen gevraagd of dat ze weten waar Somalië ligt. Ik ben benieuwd. Ja, daar staan we dan in onze mooie stad Breda, de multiculturele stad Breda. En nou vraag ik me eigenlijk af, we zijn wereldburgers, maar weet iedereen ook wel waar welk land ligt? Laten we vandaag eens even gaan checken. Somalië. Somalië. Moet ik een hint geven? Ja, graag. In Afrika moet je zoeken. Weet je waar Afrika is? Weet je waar ligt Afrika? Ja, nou zijn ze bezig met het gerecht. En ik voel me nu al een klein beetje schuldig, want ik heb hier dan wel een glaasje water staan. Ja, het is Ramadan als we dit aan het opnemen zijn. Ja, we hebben het daar zojuist al over gehad. Jij mag niks eten of niks drinken, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, je hebt daar verder geen problemen mee? Nee, geen probleem. Nee. We hebben dat in het gesprek in de keuken eigenlijk ook al een beetje over gehad. De taal is moeilijk, hè? Ja. De op één na moeilijkste taal hoorde ik van jou. Hè? Chinees is dan nog wat moeilijker. Uitdrukkingen, dat is geloof ik wel. Dat is een heel, heel moeilijk begrip, hè? Ja, en ook woord van Nederland is echt... Kijk, als één woord zegt, dan die woorden, 4 of 5 betekenis. Oh ja. Dat is ja. Echt heel moeilijk. Het Maar goed, ja. Omdat je inmiddels zo lang hier bent, hè, iedere keer pik je natuurlijk weer wat op, hè? Nog steeds moeilijk voor mij ook. Ja. Heb je nu nog vaak contact met mensen uit Somalië? En dat bedoel ik dus in je eigen buurt. Thuisland? Nee, niet hier in de buurt, maar... In je thuisland? Jawel. Ja? Mijn moeder en mijn vader. Ja? Ja, en mijn broer en mijn zus is daar nog. Ja. Ja. En hoe gaat het met hun? Met de telefoon. Oh ja, nee, ja. Via Skype of zo? Skype, Fiber. Ja. En gaat het goed met hun? Ja, gaat het wel goed. Ja. Ja. Gewend. Ja. We zijn gewend. Ze zijn gewend natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Zijn ze ooit hier een keer geweest? Nee. We willen ook niet. Dat willen ze ook niet. Nee. Ja, ik zie zo'n beetje dat de maaltijd ver klaar is. Dus nou, we zijn... Ik ben dan benieuwd. Kijk. Hallo. Zo. Komt Hani aan met de borden en het bestek. Zo. Misschien een hele vreemde vraag hoor, die ik nu stel, maar in Somalië hebben ze ook gewoon lepel, met de mes met de hand. Wij hebben wel, maar hoeft niet voor ons. Ik vind het ook niet goed voor mijzelf. Nee. Altijd ik eet met de hand. Ja? Ja. Hier eet je eigenlijk met... Dat is prima. Ja. Ja, dat ga ik dan... Maar iedereen moet zelf weten. Ja, iedereen moet dat zelf. Ja, dat vind ik ook iedereen altijd moet zelf met weten. Dat, soort, dat soort dingen. Ja. En dan komt daar volgens mij dan de rijst aan. Een sambusa. Ja. En hoe heet je dit? Sambusa. Sambusa. Ja. Zeg je dat goed zo? Sambusa. En de rijst, dat is rijst. Ja. Hè? En dan daar zitten die kruiden allemaal door. Is dat? Somalische kruiden. Somalische kruiden. Ja. Dit is, mag ik dat zo zeggen, Somalisch volksvoedsel? Ja. Somalische eten. Deze Somalisch is echt eten, speciale allemaal. Voor Somalische eten. Ja. En dan zal ik een stukje... Die schapenvlees, hè? Ja. Die lamsvlees. Lamsvlees, ja. Ik zal dit maar pakken. Nou, ik ga zo dadelijk aan beginnen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Alsjeblieft. Voor de uitleg, voor het bereiden van het gerecht. Nogmaals, ik voel me heel schuldig dat ik het wel op mag eten en jullie niet. Maar ja, goed, daar kan ik dan weer niks aan doen. Ik bedank u in ieder geval voor het kijken naar deze eerste aflevering van de Bredaanse Wereldkeuken. En we zijn er over een paar weken weer. En dan de Antilliaanse keuken staat dan centraal. Dus dan gaan we weer heel wat anders koken. En dan gaan we weer een heel ander gesprek hebben.
even te kijken. Ik ben hier, benieuwd naar, eigenlijk, moet ik zeggen. Even kijken hoor, wat er... Zit er dat is gevuld, ja. Ja, gevuld, ja. Ja. Dat is lekker. Ik moet zeggen, het smaakt goed. Het is heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. Oh, heerlijk, ja. Heerlijk. Smakelijk. Smakelijk, ja.